Jij hebt op deze video gedrukt. Omdat je te lui bent om naar de McDonald's te gaan. Omdat je geen zin hebt om geld uit te geven aan de McDonald's. Om een andere reden die ik nu eventjes niet weet. Want jullie willen allemaal een eigen McFlurry maken. Net als hoe graag ik dat wilde. En het is eigenlijk heel erg makkelijk. Dus vandaar dat ik het jullie heel makkelijk ga uitleggen. We gaan van... Ja... Het is gewoon makkelijk. Deze keer ga ik de McFlurry Oreo samen met jullie maken. Maar om er een beetje overtuigender uit te zien, heb ik even een bed gekocht. Shout-out naar Enzo. Enige zwarte cap die ik heb. We hebben nodig. Oreo natuurlijk. En wat je vervolgens nodig hebt, is gewoon roomijs. Met verse melk. Wat je daarna nodig hebt, is een vork, bakje, ander bakje. We gaan even van camerapositie veranderen. Alles wat we hebben schrijven heel veel aan de kant. Behalve Oreo en het bakje en de vork. Eigenlijk moet ik dan bijna alles weer terughalen, maar ja, oké. We gaan één bakje Oreo-ijs maken. En zelf raad ik dan aan om in totaal 4 Oreo-stuks te gebruiken. We maken het open. Open. Oké. Zo, prachtig. Doe dit normaal niet, tenzij de tafel schoon is. Ik kon beter dit gewoon onder laten, maar oké, laat maar zitten nu. Begin met de eerste Oreo die je in je mixbakje gooit. En maak die zo fijn als je kan. Je kan het trouwens ook met een blender doen, denk ik. Dat bedenk ik me nu. Maar ja, als je minder opruimtijd wilt hebben, zou ik het gewoon zo doen. Ik heb net bedacht dat je ook je hand erop kan houden, zodat het minder eruit vliegt. Ook handig op zich. Oké, de eerste is zo klaar. Je ziet allemaal van die kleine brokjes. En dat gaan we ook met 2 andere doen. Dus gooi ze maar gewoon allebei er meteen in. En maak ze maar gewoon helemaal fijn. Dan kan je ook met je vork gewoon een beetje zo erop drukken. Alsof je het aan het stampen bent. Nee, niet stampen. Je knijpt het soort van fijn. En die laatste heb ik bewaard omdat ik die iets minder fijn stamp net zoals die andere. Zodat er een beetje verschil in zit en toch wat grotere brokjes in zitten. Want dat vind ik zelf wel lekker. Dus die gaan we ook gewoon lekker kapot maken. Alleen iets minder kapot dan al die andere. Zoals jullie zien, heel veel kleine stukjes met grotere stukken er doorheen. En dat is eigenlijk de mix die wij nodig hebben voor onze eigen Oreo McFlurry. Nu we deze hebben, schuiven we die heel eventjes aan de kant en pakken wij het ijs erbij, zonder de Oreo erop. Met ons eindresultaatbakkie. Oh, heb ik een hele troep gemaakt. Nou, dit gooi ik nu gewoon even weg. Dat moeten jullie niet doen hoor, gewoon goed opruimen, anders wordt je huis vies. Maak het ijs open. Haal het ding eraf, gooi het lekker weg. Oh, dat was mijn microfoon. Sorry! Nou, dan laat meteen zien dat je voorzichtig moet zijn, dan sla je zo alles om. En hebben we nu een lepel nodig. Oh, oké, dat ben ik vergeten. Zonder dat jullie door hadden, heb ik een lepeltje gepakt. Kijk, hier is trouwens het logo van McDonald's weer, kijk. Hallo. Nou oké, wij moeten dus nu gewoon ijs pakken. Dat voor mij is al een beetje gesmolten, dat is wel het handigst. Waarom, ga ik jullie nu laten zien. Pak gewoon even een lekkere grote hap. Zoveel zit ongeveer ook wel in de McFlurry, toch? Gooien we er gewoon in. Nog meer, zo. En ik denk dat dit wel voldoende is. Ligt er echt aan hoeveel je gewoon zelf wilt hebben. We gaan het er niet nu zomaar bij gooien. Als eerst moet dit echt als een soort van soft ijs zijn. En hoe we dat gaan doen is hetzelfde. Net als eigenlijk de Oreo's, alleen nu een beetje anders. Gewoon ook dit gewoon helemaal samen, ja, kneden of zo. Kan ook met je handen, maar ik zal het gewoon lekker met een lepel doen. Oké, zoals jullie zien, mijn is nu wel mooi soft ijsachtig. Je ziet het wordt echt gewoon zo'n soort sliert als ik het ook omhoog trek. Dit is nu goed en wat je nu doet is je pakt je Oreo en je raadt het waarschijnlijk al. Je gooit het gewoon, oké, misschien is het een beetje veel, maar je gooit het er gewoon bij voor hoe ver het wilt. Al die kruimels zitten hier nog, die moeten we eigenlijk ook gewoon bij, dus we gooien het gewoon lekker overheen. En we beginnen gewoon weer met mixen. Het ziet echt heel veel uit, maar dat zal zo meteen wat minder worden, want het zal aan het hele ijs gaan verwerken, zeg maar. Oké, dit is al klaar. Ik weet niet of het er al te lekker uitziet, maar je ziet in ieder geval al die kleinere stukjes. En als we het hier omhoog gaan halen, zien jullie ook gewoon hier wat brokken tussen zitten. En dit is echt lekker. En het smaakt ook nog eens echt hetzelfde als gewoon McFlurry Oreo. Ik ga meteen gewoon het eerste hapje nemen. Ja. Het smaakt echt goed. En die grotere brokken ertussen, dat maakt het helemaal perfect. Het ijs zelf heeft nu al een Oreo smaakje gekregen. Door al die piep mini kruimeltjes. En de rest die grote brokken. Het is eigenlijk heel erg voor de hand liggend. Je hebt gewoon eigenlijk ongezonde soft ijs met Oreo. En het is eigenlijk gewoon vrijwel precies hetzelfde. Ik hoop dat ik levens gered heb hiermee. Wie weet krijg ik binnenkort nog een bijbaantje bij de McDonald's. Ja. Oké, dat was het. Blauwe duim omhoog als dit je geholpen heeft, gered heeft, je dit leuk vond. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei doei. Man, ze komt er niet helemaal bij. Oké, laat maar.